Dank u wel, voorzitter. Dank u wel, voorzitter. En wat doet u dat uitstekend trouwens. Ik hoop dat u in de toekomst hier wat vaker zult zitten, toch? Felicitaties ook aan de initiatiefnemer. Tegenwoordig is het een beetje de gewoonte dat de initiatiefnemers van wetten weer uit kamers gaan en dat andere Kamerleden dat weer overnemen. Vandaag is daar geen uitzondering op. Maar fijn dat mevrouw Van Tongeren dat doet en heeft overgenomen. Dat is altijd een felicitatie waard. Want het is het invulling geven aan het hoogste wat wij doen als Kamerleden. En dat is het zijn van medewetgever. En daar hoort altijd een felicitatie bij. Collega Segers deed net de aftrap van zijn inbreng. En die stelde vast dat de grondwet in Nederland een wat armetierig bestaan heeft. En hij zette dat eigenlijk af tegenover de positie die de grondwet in de Verenigde Staten heeft. Collega Zeigers zei het niet met veel woorden, maar hij leek het toch als een soort wenkend perspectief te zien. En dat bracht mij terug, voorzitter, naar de tijd dat ik in de Verenigde Staten mocht wonen en er ook mocht studeren. En ik heb eigenlijk jarenlang de US Constitution, de Amerikaanse grondwet, mogen bestuderen. En eigenlijk niet eens zozeer de grondwet als wel de uitleg ervan. Want de uitleg van de Amerikaanse grondwet is eigenlijk een wetenschap op zich al daar. En heeft gezorgd voor bibliotheken, om niet te zeggen pakhuizen, vol jurisprudentie. En dat is zeer, zeer, zeer interessant. Maar een van de dingen, een van de conclusies van al die jaren die ik in dat soort bibliotheken heb doorgebracht, is eigenlijk dat we dat in Nederland dus niet moeten willen. Want als je ziet hoe dat daar gaat, voorzitter. Het is echt exegese. De professoren waar ik les van had, US Constitution, waren allemaal orthodox Joodse mensen. Die allemaal een uitgebreide achtergrond hadden in de exegese van de heilige schriften, de Chumash en de Midrash en what have you. En hun enorme eruditie verplaatst zich richting de grondwet. En de Amerikaanse grondwet heeft inmiddels, ja, ik zou bijna zeggen, een soort goddelijke status gekregen. Hij is ook niet veranderbaar in Nederland. Onze grondwet is piepjong, die van Amerika dateert uit 1787. En die kun je ook niet wijzigen. En, ja, omdat hij zo'n bijna goddelijke status heeft gekregen. Dat komt onder andere door de jurisprudentie en die exegese. En dat leidt er ook toe dat rechters een enorme macht hebben in de Verenigde Staten, zeker het Hoge Rechtshof, dat wetten uitlegt. Ik weet dat het voorstel van mevrouw Van Tongeren niet specifiek gaat over een Hoge Rechtshof, maar het gaat wel over het uitleggen van wetten. En die rechters in Amerika, althans die in het Hoge Rechtshof, hebben een enorme rol in Amerika. En dramatische beleidswisselingen in Amerika zijn niet het gevolg van wat democratisch gekozen politici hebben besloten, maar zijn het gevolg van de interpretatie van rechters, leden van het Hoge Rechtshof, van de grondwet. Plessy versus Ferguson uit 1896, wat segregatie goed praten, zou ik maar zeggen. Rassenscheiding, apartheid, was een uitleg van het Hoge Rechtshof, separate but equal. Brown versus Board of Education of Topeka, Kansas uit 1954, wat juist zei, nee, separate but equal is ongrondwettelijk, staat daar juist weer haaks op. Vervolgens moesten Amerikaanse federale troepen naar Arkansas om dat toe te passen, om te zorgen dat die kinderen gemengde naar school gingen. Roe versus Wade uit 1973 heeft abortus gelegaliseerd. Korematsu versus United States of America uit, ik dacht, 43 heeft het oppakken van Japanners tijdens de Tweede Wereldoorlog geratificeerd. Zeer vergaand. Als we kijken naar Hill Street Blues of n'importe welke detective-serie, wordt daar altijd gezegd, de ene politieagent tegen de andere, did you read him his Miranda? Heb je de arrestant al op zijn rechten gewezen? Ja, Miranda is Miranda versus Arizona, waarin staat dat je een gearresteerd iemand altijd de rechten moet lezen. Anything you say can and will be used against you, etc. Dat is een uitspraak van het Hoge Rechtshof. Collega Schouw zei net, elke Amerikaan kent de eerste regel van de Amerikaanse grondwet. En hij zei dat dat is we the people. Daar sloeg collega Schouw natuurlijk behoorlijk de plank mis, want het is niet de eerste regel van de Amerikaanse grondwet, maar van de preambule. En dat is ook wel even interessant, want die preambule die begint met we the people of the United States of America in order to form a more perfect union, et cetera, et cetera. Al die woorden in de preambule zijn uitgelegd. Daar is exegese op gepleegd. Ik
ik vertel het maar even, om aan te geven hoezeer uitleg kan gaan. We the People is uitgelegd met betrekking tot het gebruik van openbaar braakliggend land. We the People zouden daar gebruik van moeten maken en zo is dat uitgelegd door het Hoge Rechtshof. Maar bijvoorbeeld ook de New Deal, dat tijdens de New Deal prijzen mogen worden aangemerkt, komt voort uit de uitleg van de Constitution. Maar ook bijvoorbeeld de hele discussie rondom NAFTA, zeg maar een soort Europese Unie van de Verenigde Staten. Daar zijn uitspraken over gedaan dat het haak staat op het idee van we the people. We the people betekent ook dat wetten niet alleen, of dat het Hoge Rechtshof niet alleen staten toespreekt, maar ook burgers regels kan verschaffen. De kreet of the United States is ook uitgelegd. Namelijk, er was een Amerikaanse soldaat in China en die vermoordde daar iemand. En die zei van, ja, hallo, ik was in China. Nou, het Hoge Rechtshof heeft gezegd, dat klopt. Je was wel Amerikaans staatsburger, maar het was buiten Amerika. Dus de kreet of the people is ook uitgelegd. A more perfect union is ook uitgelegd. Bijvoorbeeld in de zin dat wetten gelden voor alle mensen. En dat ze dus boven de staatswetten gaan. Nou, voorzitter, ik ga er even op in. Ik weet dat het voorstel van mevrouw Van Tongeren niet een hoger rechtshof wil creëren, maar het gaat wel over uitleg. En het voorstel zal betekenen dat allerlei mensen, in dit geval rechters, de wetten gaan uitleggen en gaan interpreteren. En dat is niet iets waar we naartoe moeten. Een vraag van de heer Segers. Ik hoor dat de griep rondgaat bij de PVV-fractie, wetenschap. Dank u wel. Maar dat terzijde. Mevrouw voorzitter, de heer Bosma die gaat heel soepeltjes van de grondwet over naar de Supreme Court. Maar dat is echt iets heel anders. Ik had het over het feit dat de grondwet inderdaad een levendig bezit is. En vervolgens gaat hij in op de casuïstiek van de Supreme Court en wat er allemaal mis zou gaan. Als hij dat nou eens even vergelijkt met Europa, onze situatie met de rest van Europa, het feit dat wij een uitzondering zijn. Waar gaat het vreselijk mis met die grondwettelijke toetsing in Europese landen? Die het rechtvaardigt dat wij als enige land in Europa dat niet kennen. De heer Bosma. Nou ja, ik weet niet of dat misgaat, maar dat is niet de vraag. De vraag is of wij de kant op moeten dat wetten in Nederland onderwerp gaan worden van een dergelijke exegese. En dat het niet gaat gebeuren door ons, de mensen, wij als volksvertegenwoordiger die gekozen zijn, maar door mensen die niet gekozen zijn. Want de heer Klein zegt wel van ja, in Amerika zijn de rechters democratisch gekozen. Dat geldt niet voor de mensen die op de eerste plaats de grondwet uitleggen, die exegese plegen op de grondwet. Want die zijn gewoon uitgekozen, aangewezen door de president. Ik vind dat strijdig met onze parlementaire democratie en daarom moeten we die kant niet op. De Segers, tweede instantie. Dat was geen antwoord op mijn vraag, mevrouw de voorzitter. Want het gaat om het feit dat wij tegenmachten organiseren. Dus wij moeten als machthebbers, als wetgevers, moeten we ook tegengesproken kunnen worden. En dat kan door middel van grondwettelijke toetsing. Wij zijn als enige Europese land, hebben we dat niet. Nu kun je heel erg ingaan op de enorme exegese die wordt gepleegd in de Verenigde Staten. Laat dat dan eventjes terzijde. Ja. Kijk naar Duitsland, kijk naar Frankrijk, kijk naar Finland kwam langs. Waar gaat het verschrikkelijk mis? En waar zie je inderdaad dat er ondemocratische praktijken plaatsvinden die de stellingname rechtvaardigt die de PVV-fractie nu inneemt. De heer Bosma. Nou ja, ik ben niet bekend met de situatie in Finland, die speelt vanavond een grote rol. Maar ik weet niet of het elders misgaat, maar ik weet wel dat als dit voorstel zou worden aangenomen, dat het de weg opent om mis te gaan. Dan krijg je dus, er staan in onze grondwet staan allerlei zaken, het recht op zinvolle vrije tijdsbesteding. Nou, ik ken wel rechters die daar op een leuke speelse manier uitleg aan gaan geven. Ik heb u net allemaal voorbeelden gegeven van exegese, van de meest bizarre dingen. Drie woordjes, we the people, daar zijn bibliotheken over volgeschreven. Eén en twee, er zijn allerlei cruciale beslissingen genomen in de Amerikaanse geschiedenis over abortus, over rassenscheiding, het opheffen van rassenscheiding, als exegese op een grondwet. Nou, ik vind dat totaal bizar. Die beslissingen moeten politiek genomen worden. Door politiek gekozen mensen en niet door toevallige rechters, ook nog eens aangewezen door een president die niet gekozen zijn. U moet dat niet willen, ik moet dat niet willen. U vervolgt uw betoog. En voorzitter, de heer Segers die had het ook over de Founding Fathers. Die waren zo doordrongen van de scheiding der machten. Daar heeft hij in zekere zin gelijk aan. Overigens waren de Founding Fathers
op de eerste plaats de mensen die de onafhankelijkheidsverklaring schreven en pas 11 jaar later de framers waren van de Constitution. Hij heeft gelijk in het feit dat de framers doordrongen waren van de scheiding der machten. Maar als je dan in de praktijk bekijkt, dan is er van die scheiding der machten niet zo heel veel meer over. Robert Bork, die een jaar of 30 geleden, ik geloof onder Reagan nog, benoemd werd als lid van het Hoge Rechtshof, maar dat ging niet door, die een prachtig boek heeft geschreven, Slouching Towards Gomorrah. Dat zouden christelijke mensen allemaal moeten lezen. Maar die zei van ja, er is eigenlijk een coup d'état aan de gang rechters die op een eigenlijk politieke manier de grondwet gebruiken. De heer Segers had het ook over een levende grondwet. Ja, ik weet niet of u die woorden beseft, maar er is in Amerika een enorme discussie. Een professor van mij, professor Joseph Landinsky, heeft daar een boek over geschreven, Living Constitution, die dat nog eens, die bijna die de constitutie ziet als symbolisch. Een beetje zoals mensen zeggen van ja, de Bijbel is ook alleen maar symbolisch bedoeld. Dus dat de letter van de grondwet helemaal verlaten wordt en nog veel bredere uitleg wordt gegeven. Het Hoge Rechtshof is gewoon een wetgever geworden. Dan is er, meneer Segers, niet zo heel veel over van de kreet scheiding der machten. Het is een legislative body geworden, omdat alles, de voorbeelden die ik net noemde, dat is gewoon beleid. In conservatieve bladen die ik nog wel eens lees, zoals National Review, heb je daar prachtige rubrieken onder het kopje judicial activism. Omdat die rechters heel veel dingen hebben besloten die in progressieve hoek het zeer goed doen. En die haken vaak in op beleid. Het faillissement van Chrysler, daar had het Hoge Rechtshof ook een mening over. Obamacare is onderdeel van uitleg van de Constitutie uit 1787. Die van ons is gelukkig iets jonger. Maar het Hoge Rechtshof is gewoon een wetgevende macht geworden. En de rechters zullen in het voorstel van mevrouw Van Tongeren ook een wetgevende macht worden. In Amerika bestaat heel veel oog voor de samenstelling van het Hoge Rechtshof. Een paar maanden geleden was er de State of the Union, Ruth Bader Ginsburg, een van de 9 rechters, die viel in slaap en werd onwel. En ze is wat op leeftijd en werd meteen gespeculeerd over wat nou als zij tijdelijke zou verwisselen met het eeuwige. En zij geldt als een liberal judge. Gaat Obama dan meteen nog een liberal judge benoemen? Die 9 rechters, dat wordt zeer nauw in de gaten gehouden. Judge Rehnquist was een echte liberal. En nu zit Judge Roberts er, dat is veel meer een conservatief. Nou weet ik wel nogmaals, ik begrijp dat dit voorstel niet gaat over een Hoge Rechtshof, maar de samenstelling van de rechterlijke macht zal dan veel meer van belang zijn. En de rechterlijke macht wordt in Nederland niet gekenmerkt door al te veel diversiteit. Als je de opiniepeilingen kijkt onder de rechters, is D66 en GroenLinks is daar zwaar over vertegenwoordigd. En net zoals in Amerika in de gaten wordt gehouden, die rechter komt en die rechter gaat, en die heeft een meer liberal en die heeft een meer conservative profiel, gaan we dus straks veel meer kijken naar de samenstelling van de rechterlijke macht. 3/4 van de Amerikanen zegt, die rechters in het Hoge Rechtshof laten zich beïnvloeden door hun eigen politieke mening. Nou, en dan gaan we dus rechters gaan we veel meer politiseren dan ze nu al zijn. En die kant moeten we niet op, juist vanwege de scheiding der machten. Voorzitter, mijn fractie zal daarom tegen het voorstel stemmen van mevrouw Van Tongeren. Om andere redenen, er valt veel af te dingen op onze grondwet. Er staan dingen in waar je over achter de oren kan krabben in onze grondwet. Het recht op zinvolle vrije tijdbesteding. Het bevorderen van de internationale rechtsorde. Voorzitter, nou, dat wordt een interessante geval als we dat allemaal gaan toetsen. Dat is voor heel veel. Oh, die is uitgesteld. Ja, daar heeft u gelijk in. Maar dat soort zaken gaat allemaal onderwerp voor worden van exegese. De rechters zijn in Nederland niet gekozen. Ze hebben geen democratische legitimatie. De toetsing moet hoe dan ook politiek zijn en politiek blijven. Het voorstel van mevrouw Van Tongeren is dus in zekere zin een uitholling van het parlement. Want wij gaan naar rechters, veel meer naar rechters luisteren. Ik krijg een veel grotere macht. We zien nu al dat er exegese wordt gepleegd op allerlei artikelen. Artikel 8 van de EVRM. Wat zegt recht op gezinsleven? Nou ja, wie kan daar tegen zijn, voorzitter? Wordt uitgelegd
In de zin van het recht op gezinshereniging. En dat is een van de belangrijkste stromen in de massa-emigratie. Het feit dat Nederland nu in belangrijke mate geïslamiseerd wordt, komt omdat een rechter artikel 8 EVRM zo heeft uitgelegd. Er staat alleen maar recht op gezinsleven. Het gevolg is dat de demografie in Nederland op een gruwelijke wijze verandert. Het heeft enorme implicaties voor Nederland, een dergelijke uitleg. Ik ben het ook eens met het punt dat de heer Klein maakt. De selectie eigenlijk die wordt gepleegd binnen de grondwet, binnen de grondrechten. Ja, kijk, of je zegt die grondwet die is goddelijk of woorden van soortgelijke strekking. Nou, die komt rechtstreeks van de Olympus. En dan moeten we ook elk woord moeten we op een goudschaaltje wegen. En dan moeten we dat allemaal moeten we het zeer serieus nemen of niet. En niet een tussenweg. Dus ik ben het wat dat betreft eens met de heer Klein. Dank u wel, voorzitter. Dank u wel. Nog een vraag van de heer Klaver. Ja, voorzitter, de heer Bosma had het over dat eigenlijk de rol van het parlement wordt uitgehold. Als de rechter de mogelijkheid zou krijgen om te toetsen aan de grondwet. Eigenlijk worden we min of meer buitenspel gezet, omdat de rechter dan gaat over wetten. Maar is het niet zo, zou ik de heer Bosma willen vragen, dat de rechter alleen tot een oordeel kan komen en een uitspraak dat de toepassing van de wet ongrondig is, ongrondwettig is. En dat leidt niet expliciet tot afschaffing van die wet. Alleen dat een deel van die wet in een concrete situatie niet werkt. En geeft dat niet gewoon ons als wetgever meer dan genoeg ruimte om dat kleine ene hiaat in de wet, of misschien grote hiaat in de wet, om dat te dichten. Maar wat gaat u nou zeggen? Stem voor deze wet, want hij stelt toch niks voor. Is dat een beetje wat u zegt? De heer Klaver. Nee, dat is toch een beetje een vreemde redenatie. Of u zegt deze wet is belangrijk en zorgt voor een grote verandering. Stem voor deze wet, maar dat u nu het belang van uw wet gaat zitten kleineren, vind ik een beetje een vreemde. Maar het neemt niet weg dat al die bezwaren die ik net ventileerde nog steeds staan. De heer Klaver. Voorzitter, dit is debat. Dat is zeg maar dat de heer Bosma die komt met een argument. Die zegt namelijk het parlement wordt helemaal buitenspel gezet hiermee. En dan kunnen de wetten straks buiten werking worden verklaard. Nee, en ik geef aan, en wat ik aangeef aan de heer Bosma, en daar ook een vraag over stel. Ja. Dus ik zeg, dat is niet het geval. Het hele pleidooi, ook in mijn eerste termijn, was opgebouwd dat het individu de ruimte moet hebben om naar de rechter te gaan, om te beoordelen of in een concreet geval er sprake is van aantasting van de grondrechten. En als dat het geval is, dan gaat het alleen over de toepassing van de wet in één concreet geval. Dat is waar deze wet toe gaat. Dat vind ik een hele grote verbetering. Dat geeft namelijk het individu veel meer ruimte, zorgt voor veel meer maatschappelijk debat. Maar als Kamer hebben we dan toch nog, en als wetgever, medewetgever, hebben we dan toch nog alle ruimte, wil ik de heer Bosma vragen. De heer Bosma. Voorzitter, de heer Klaver wil mij een beetje de les lezen van dit is een debat. Als dit een debat is, dan moet de heer Klaver ook niet de methode stroopop toepassen. De methode stroopop is dat je eerst zelf argumenten verzint en die je tegenstander in de mond probeert te leggen. Ik heb niet gezegd, meneer Klaver, dat het parlement buiten spel wordt gezet. Dus leg me dat ook niet in de mond. En als u zo'n professional bent op het gebied van debatteren, moet u dat ook doen. En voorzitter, ik heb helemaal niet gezegd dat het parlement buiten spel wordt gezet. Maar ik zeg wel dat de macht van het parlement wordt ingekort. Omdat die rechter, die gaat daarin en die gaat dat uitleggen en die gaat ruimte nemen. En als de heer Klaver nu zegt, van, ja, dat gebeurt nauwelijks en stelt nauwelijks iets voor. Ja, waarom zitten we hier dan en waarom zitten we niet naar Wie is de Mol te kijken? Dank u wel. U was aan het einde gekomen van uw betoog.